Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij Ratatouille. Dankjewel Game voor het juist neerzetten van de uitspraak in het beginscherm. Ik dacht, weet je wat, ik doe voor kinderspellen seizoen 2 eens wat anders dan de games die ik eigenlijk ook deed voor kinderspellen seizoen 1. Ik dacht, weet je wat, ik doe in plaats van Mille Monteur en Freddy Fish eens wat heel anders, ik ga Ratatouille doen. Deze game is mij gestuurd door een kijker ooit. Ik heb er nog nooit naar omgekeken. Het is waarschijnlijk kut maal 10 in het kwadraat. Het wordt verschrikkelijk. Wat ik wel heel leuk vind, ik heb al een heel klein stukje gespeeld. Wat nu heel cool is, het menu van de game. Wat ik nu even ga doen, ik ga mijn profiel laden. Ik heb namelijk al kak en pik aangemaakt. Ik ga op kak spelen, want daar is nog niks gedaan. Helemaal mooi. Het leuke is dat het menu van de game is een menukaart. Wow, oh my god, ik moet ze dat geven. Het idee dat het menu een menukaart is leuk gedaan. Voor de mensen die net als ik de film Ratatouille niet gezien hebben, Ratatouille. Het gaat over een rat, genaamd Remy volgens mij, die heeft een passie voor koken. The fuck, precies, Remy heeft waarschijnlijk ook een passie voor LSD, want het gaat helemaal nergens over met die jongen. We gaan gewoon het spel spelen, huilen en schreeuwen en dan komt het helemaal goed. We beginnen ergens in Frankrijk. Want alle goede chefs beginnen in Frankrijk. Zelfs als het ratten zijn. We beginnen met deze prachtige duifjes. Wat een prachtig shot. Zo bam, een tuin. Yeah. Ja, ik zou eigenlijk zo'n waarschuwing driehoek in beeld moeten zetten. Niet voor taalgebruik, niet voor seks, niet voor drugs. Maar gewoon, deze game is echt heel kut. Je kan je tijd spenderen met video's op mijn kanaal kijken van goede games. Maar je kan ook dit kijken. Je bent schoon, doorlopen. Eeuw, je stinkt. Wat had je... Ze komen allemaal van de fucking vuilnisbelt af. Hoi broertje, ben je ook klaar? Oké. Okay. Ik heb geen idee wat er nou precies allemaal aan de hand is. Wie wat? Het is een heel gekke familie van ratten. Heel raar. Het komt er in ieder geval neer dat we klokhuizen moeten verzamelen. Dat is het belangrijkste. En nu kan ik het klokhuisdeuntje gaan neurien. Of niet. Het is een heel moeilijk deuntje om te neurien. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, dit is Emil. Dit is onze broer. En hij is heel dik. Dat is alles wat je hoeft te weten, denk ik. Tenminste voor de eerste missie. Ik heb net namelijk alleen de eerste missie gespeeld. En Emil was de hele missie vet dik. Cool, Emil. Cool, cool. Nou, dan gaan we dan. Waarom loop je zo raar? Oh, oké. Okay. Kijk, hij is nu al echt een masterchef. Hij wil een beetje mensig zijn. Ja, precies. De rat die wij spelen gedraagt zich als een mens, omdat het cool is ofzo. Pa wil dat we klokhuizen verzamelen. Misschien laat hij onderweg al wat coole moves zien. Oh yeah, ik wil die coole moves. Oké dan. Cool, cool, cool. Tot nu toe alleen maar cutscenes. Fantastische game. Volg mij om het op te rapen. En vervolgens gaat hij op zijn dikke anus zitten. Verdomme broertje. Pak het eten op de bloempotten. En jij pakt deze. Oh, ik pak het eten op de bloempot. Oké. Okay. Nou komt dus al het eerste ding van deze game op het gebied van logica. Het zit namelijk zo. Er liggen gewoon eventjes 35 appelklokhuizen door deze tuin heen. En wat vooral de game verschrikkelijk maakt. Er komt dus zometeen allemaal tutorial dingen. Alleen, ze noemen geen toetsen. Want je zag het net ook al, het komt over enkele seconden terug. Houd tijdens het lopen toets sprinten ingedrukt. Welke toets is dat? Druk op toets geldig om door te gaan. Toets geldig is enter. Ik weet nog steeds niet wat toets springen is. Ik heb echt alles geprobeerd. De mapping van deze game is zo onduidelijk. Op een gegeven moment moest ik dus opzoeken wat de actieknop was. Want ik kon het echt niet vinden. Bleek het G te zijn. Echt halverwege weg op het keyboard. Zit de actieknop. Kwam ik op een forum met echt 1000 mensen met de vraag. Hey, ik speel deze game met mijn kind van 3. En we snappen er de kut van. Hoe werkt dat? Wow, ik heb een kaas gevonden. Super geheime collectible. Echt niemand begrijpt hier een kut van. Omdat de hele controls gewoon pure poep zijn. Dus ja, druk op springen om te springen. Ja, duh, maar wat is springen? Is dat shift, control, alt, tab, delete? I don't know. Hey, Remy, moet je eens kijken hoe soepel ik behendig op die bloempotten spring. Oké, papi. En daarmee bedoel ik dat je dik bent, papzak. Wow, wow, amazing. Dit is echt amazing. Dit is oprecht het beste ooit. Hoe moet je springen? Nou, simpel. Druk op de springenknop. Wow. Dus ja, ondertussen hebben we al 35 appelklokhuizen gevonden. En geloof me, er zijn meer appelklokhuizen. Waarom bepaalde mensen 100 appelklokhuizen door hun tuin gooien, weet ik ook niet. Druk op de toets springen om te springen. Thanks! Okay, echt hoor. Okay. Woe! Kijk me gaan. Oh nee, kijk me niet gaan. Waarom ligt hier geen lava onder?
Tuurlijk, deze tuin. Het enige wat deze tuin nog mist, naast 1000 appels, is een fucking lavabad. Duidelijk. Oké, gelukkig hoeven we nu maar 14 appels op te pakken. Dit gaat lukken. Hier leer je double jumpen. Gewoon 2 keer op de toets springen drukken. Als je nog steeds niet weet waar de toets springen is, word je nu officieel in je anus genomen. Dat is niet erg. Iedereen wordt een keer officieel in zijn anus genomen. Oké. Nou, hier is dus het eerste punt in de game waar ik al moest googlen wat je moest doen. En er waren dus heel veel mensen op Google met hetzelfde probleem. Hartstikke gezellig. Was super gezellig op het forum. Dat was waarschijnlijk een forum van 2003. Dus er al jaren niemand op gereageerd, maar daar gaat het niet om. Ik loop wel om. Oké, cool. Hij rolt wel heel cool weg. Dan moet je hem geven. We moeten op een net klimmen. Druk op toets springen om naar het net te springen. Logisch. Druk op de toets actie om de muur vast te houden en te beklimmen. Oké, en plekken waar je iets bij kan doen zijn aangeven met een blauwe ster. Even een vraag. Waar de fuck is de blauwe ster? Ik zie geen blauwe ster hoor. Oké, cool. Je moet in ieder geval eerst dubbel springen en dan op G drukken, want G is de knop actie. Niemand wist dit, behalve ik. Ik ben nu al verder in deze game dan 90% van de mensheid. Kijk trouwens naar bewegen van links naar rechts. Dit zijn de moves like Jagger. Dit zijn de moves like Jagger. I got the moves like Jagger. Hey, hoe komt die gast daar? Niemand weet het. Ik heb een idee. We kunnen met die blik op het dak komen. Oh my god. Ze zijn licht genoeg om op te pakken. Oké, cool. Jij niet. Oh! Ze moeten daar een blikje neerzetten. En dan omhoog klimmen. En een blikje naar beneden gooien. Zodat andere mensen er niet achteraan kunnen. Logisch. Ik wacht op je bij het raam. Wat romantisch, Romeo. We moeten daarheen, ja. Naar het raam. Oké, okay, druk op de toets actie om een blikje vast te pakken. Bla 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 bla. Boeien, I don't give a fuck. Woe! Ik heb een blikkie. Ik heb een blikkie. Ik heb een blikkie in mijn hand. En ik zet hem. What? Nope. Kak. Oké, okay, het lukt me. Wat een mega awesome 360 no-scope. Misschien is hier een geheim. Het zou zomaar kunnen. Deze game zit vol spannende geheimen. Of niet. Kan ook, weet je. Oh, even op het dak. Dat kan dan weer niet. Oké dan. Hartstikke gezellig dit, joh. Beste game ooit. 10 out of 10 IGN. Kan niet anders. Oké dan. Eens even hierop springen. De camera is trouwens helemaal niet fijn te besturen. Als je een tikje naar links geeft met de muis. Bam! Zit je camera in één keer hier. Dit is ongeveer de normale camerabesturing. Je kan best gewoon stilzetten en hopen dat het vanzelf een beetje goed gaat staan. Zo. Kijk eventjes wie al die appeltjes heeft. Kut, ik mis appeltjes. Waarom? Hoe kan ik appeltjes missen? Hoe? Hoe ben ik ooit appeltje? Ik heb op een of andere magische manier 2 appels gemist. Vraag me niet hoe. Oh, het telt hier binnen gewoon verder. Aha, hier is een springveer. Woe! Gewoon voor redenen. Geen verdere uitleg. Het is gewoon een springveer. Die bestaat. Hier is nog een appeltje. Voor de fans. Oké dan. Ik heb geen idee of je echt nog van die kaasjes moet verzamelen. Ik ben natuurlijk zo'n hardcore gamer die probeert al die kutkaasjes te vinden. Dit ziet eruit als iets wat je in kan. Misschien later. Je kan trouwens ook slaan met mijn staart. Kijk me gaan. Wauw, wauw, wauw. Oeh, hier is een blikje. Zie je, er zijn superveel geheimen hier hoor. Ik voel het aan mijn water. Is er vier in? In deze koffer? Misschien ligt daar nog wat in. Nope, helemaal niks. Je hebt me al die moeite gedaan voor niks, broertje. Oké dan. Ik ga even dit oppakken. Even kijken waar we nog meer heen kunnen voor spannende plekken. Hier kon je sowieso al op, volgens mij. Ik doe echt maar wat. La 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 la. Daar is iets te doen. Maar dan komen we zo meteen sowieso al bij, volgens mij. We gaan gewoon even hierheen lopen en het irritante filmpje kijken. Hallo. Oeh, missie voltooid. Yes. Yes. Boeit me niet. Haha, we gaan verder door. We gaan verder door. Lekker dubbel, Rick. Lekkere contaminatie. Hey, Remy. Oké. Deze gast gaat nu zijn sicke moves laten zien. Wow. Dit is echt sick. Dit wil je kunnen. Kijk hem vliegen. Blah. Die man. Hij doet zijn best. Dit is... Oh, hij valt. Wat zielig. We hebben een persoon die ons shit probeert te leren, maar hij kan eigenlijk niks. Wat een triest leventje. Woehoe! Kijk mij gaan! Oké. Hup! 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 Rick, moet je dit geluid maken? Ja! Hup! Hup! Yes! Ik heb dingen gedaan. Gebruik die super snuffert van je om ze allemaal te vinden. Thanks, denk ik. Ik zal mijn best doen. Misschien, intussen, voor de mensen die al 9 minuten 40 naar deze video kijken, die vragen zich af, Rick, waarom de fuck speel je deze game? Ten eerste, jullie snappen niks. Ten tweede, dit is Serpent Gameplay. Serpent Gameplay is anders dan de meeste YouTube kanalen. En het zijn juist dit soort video's, de Let's Plays van Ratatouille,
die mij anders maken dan andere YouTubers. Dat is juist super mega belangrijk. Oké, waar zijn nog meer van die dingen? Ik zie er achter een net, maar dan ga ik er nooit komen vanaf hier. Ik kan wel via die kist misschien hier zo heen. En dan op die kist proberen te komen ofzo. I don't know. Er is een knop voor mijn super snuffert, maar ik heb geen idee wat dat is. Dus ik ga wel gewoon hierheen ofzo. Oké, ik zit op dit netje. Oeh, kijk me glijden. Waaah! Het zijn dit soort let's plays die mij onderscheiden van alle andere mensen op YouTube. Super belangrijk dus. Laat me lekker mijn ding doen. Oké, dan. En daar is ook geen flikker te doen. Waar moet ik überhaupt heen nu? Oh, er is wel blauw licht weer. Misschien moet ik gewoon daarheen. Misschien niet. Er is dus een knop die heet super snuffert ofzo. En dan kun je shit vinden. I don't know. Ik vind niks in ieder geval. Ik druk een beetje wild op alle knoppen momenteel. T, I, H, J, K, Z, X, Q. Q, misschien. Nee, niet. Kan ik hier nu in? Dat zou zo fijn zijn. Er zit toch duidelijk iets achter hier. Maar niemand weet wat. We zullen er nooit achter komen. En weet je wat? Dat boeit me ook niks. Wat is dit nou even geks dan? Helemaal lijp. Deze hele game, een en al lijp. Misschien is hierachter nog een of ander cool supergeheim. Wie weet? Appelleerreed. Oké, dan. Hier is een blikje. Dat was super spannend. We nemen blikje mee. Op avontuur. Oh my god, fucking veel mieren. Wow! Rustig! Oh my god. Dit is wel de meest spannende game die ik op Serpent Gameplay heb gespeeld in tijden. En dat is een compliment. Echt, hoe de fuck gaat die super snuffer me helpen aan die kaarsjes? Want ik ga ze niet vinden zo. Ik ben gewoon een debiel. De camerahoeken helpen ook totaal niet mee. Weet je wat? Ik ga wel lekker naar de volgende tutorial, joh. Kan mij even ballen? Nee, mooi zo. Oké, dan. We gaan hierheen. Super gezellig hier. Komt u maar. Ja. Je hebt niet alle appels opgepakt. Doe het geldig om door te gaan. Je moet er nog 3 verzamelen. Ga de rest van de appels halen, zodat we verder kunnen met de volgende stap. Hoe? Ik ga even een blikje pakken om niet bang te komen. Ja, je hebt nog niet alle appels opgepakt. I know. Hoe de fuck moet ik die... Er zit een knopje waarmee ik dus dingen kan snuiven ofzo. En what the fuck. Ja, voornamelijk gewoon what the fuck. Toch wel. Hier is dat blikje. Oké. We nemen een blikje. Zetten hem bij de bank neer. En daar is een springveer. En dan misschien bereiken we wat met ons leven. Cool. Is die boven? Nee. Waar zijn die fucking appels? Wat een bout game. Echt hoor. Je kan daar boven nooit komen vanaf hier, toch? Neem ik aan. Hoe moet ik ooit al die appels vinden dan? Ik zou dit heel leuk vinden om deze game te spelen voor kindergames. Vooral omdat het zo kut is. Maar, hè? Dan moet ik wel die fucking appels kunnen vinden. Ik moet de super neusknop zien te vinden. En dan kom ik misschien verder. Ik heb vast wel een kijker die het ooit heeft gespeeld. En gehuild heeft. Dat is normaal. Oké, dan. Ik moet echt de supersnuifknop zien te vinden, denk ik. Dat zou me echt oprecht helpen, misschien. Problemen. Leer je geurzicht te gebruiken. Houd toets geurzicht ingedrukt om de geurzicht in te schakelen. Verzamel de appels om het... Ja, wat is de geurzichttoets? Is dit het? Ik ga het even checken. Ik zat er net zo'n menu met... Oh, dit en dit. Dat menu wil ik, zeg maar, weer. In mijn leven. Was dat enter dat ik deed? Ik wil de uitleg. Waar is mijn uitleg? Fucking bout game. Is dit geurzicht? Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Het is triest. Ik wil weten waar ik heen moet. Dus. Dat. Dus. Ik zit vast. Ik zoek het wel weer uit op het internet. Uiteindelijk. Maar niet nu. Want ik heb er nu echt geen zin meer in. Doei. Auw, breek al mijn botten. Einde van de aflevering. Rick brak al zijn botten. Rip de nabestaanden. Niet rip de nabestaanden. De nabestaanden leven nog. Oké. Nee, serieus. Laat even een comment achter als je iets meer dan de ballen van begrijpt. Dan kunnen we goede vrienden worden misschien. Is dit vast te pakken? Nee, toch? Nee. Duurt niet. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Als er nooit meer een aflevering van Ratatouille op YouTube verschijnt, dan weet je waardoor het komt. Omdat het pure kak is. Als er wel een aflevering van Ratatouille verschijnt op YouTube... Kak! Waarom heb ik nog een aflevering opgenomen? Wow, die mieren zijn agressief. Wat hebben ze bij zich? Kruimeltjes. Stront. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering in ieder geval. Ik ga lekker op mijn kamer huilen. Doe een duimpje omhoog. Als je dit op wonderbaarlijke wijze een leuke video vond. Ik kan niet snappen hoe, maar er bestaan vast mismaakte mensen. Die dachten, nou, dit is een leuk YouTube videootje. Misschien is de enige manier. Doodgaan. Dat wilde ik net gaan doen. Ik wil net naar die ratjes toe. Oh, ik viel al dood. Nice. Lekker hoor. Wauw. Yay. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je deze shit leuk vindt. Op wonderbaarlijke wijze, wat ik net al zei.
Tot de volgende aflevering, die misschien komt en misschien niet. Kijk niet raar op als die niet komt. Dankjewel, doei!